Welkom, mijn naam is Matthijs Bakker en ik ben advocaat bij de sectie Cassatie van Pels Rijk. Vandaag bespreek ik een uitspraak van de Hoge Raad over de klachtplicht en concurrentiebedingen. Installatiebedrijf Centra Klima heeft een concurrentiebeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst van twee van haar monteurs. Op niet-naleving van het beding staat een boete van 10.000 euro per overtreding en 1000 euro per dag dat de overtreding voortduurt. De monteurs treden in november en december 2019 uit dienst bij Centra Klima en gaan gelijk aan de slag bij een ander installatiebedrijf. Kort daarna starten ze ook samen een eigen onderneming gericht op installatiewerkzaamheden. Centra Klima meldt zich pas in februari 2021 en vordert 460 respectievelijk 480.000 euro aan verbeurde boetes. Het Hof wijst in hoger beroep slechts 20.000 en 30.000 euro toe. Centra Klima stelt cassatieberoep in en richt enkele motiveringsklachten tegen de beslissingen van het Hof. Dat laat ik nu even voor wat het is. Interessanter is het incidentele cassatieberoep van de oudwerknemers. Daarin doen zij een beroep op de klachtplicht van artikel 689 bw Centra Klima klaagde namelijk pas acht maanden nadat de oudwerknemers ergens anders aan de slag gingen en een eigen bedrijf startten dat het concurrentiebeding niet werd nageleefd. Centra Klima kan daarom volgens de oudwerknemers geen aanspraak meer doen op de boetes. De klachtplicht van artikel 689 pw houdt in dat een schuldeiser op een gebrek in de prestatie geen beroep meer kan doen als hij niet binnen bekwame tijd na het ontdekken van het gebrek bij de schuldenaar daarover klaagt. De gedachte daarachter is dat de schuldenaar van een schuldeiser mag verwachten dat hij met bekwame spoed onderzoekt of een prestatie aan een verbintenis beantwoordt. De schuldenaar mag niet te lang in onzekerheid worden gehouden over de deugdelijkheid van zijn presteren. Gelet op deze strekking en de bewoordingen van artikel 689 bw ziet deze bepaling volgens de hoge raad niet opgevallen waarin de prestatie in het geheel niet is verricht. In dat geval bestaat er namelijk geen onzekerheid bij de schuldenaar of de prestatie deugdelijk is. Zo lijkt de gedachte. De klacht van de oud werknemers faalt daarom volgens de hoge raad. Een concurrentiebeding is een verbindenis om het in dat beding omschreven handelen na te laten. Bij schending daarvan, het wel concurreren, is geen sprake van gebrekkig presteren, maar van niet presteren. De klachtplicht is daarop dus niet van toepassing, al dus de Hoge Raad. Wel kan de tijd die de werkgever het laten verstrijken tussen de ontdekking van de overtreding en het daarop aanspreken van de werknemer. Onder omstandigheden een grond opleveren voor het matigen van de verbeurde boetes op grond van artikel 694 pw of zelfs voor het aannemen van rechtsverwerking.